Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 21 januari 2016. Nieuwe democratie, Nederland, nieuwe rechtsstaat. Een gekozen minister-president en een gekozen vicepresident, vastgelegd volgens de grondwet. In een moderne rechtsstaat heeft het volk de keus voor de minister-president. En in een heel moderne rechtsstaat krijgt het volk de macht die ik in de grondwet voor de Republiek Nederland heb vastgelegd. Ik maak een aantal video's, ik vertel niet het hele verhaal in één keer, want dat bekijken mensen toch niet. De gekozen minister-president vervangt dus de koning. De gekozen minister-president, die staat boven de partijen, wordt ook gekozen als iemand boven de partijen. En heeft de plicht om de andere partijen aan de grondwet te houden. En de grondwet voor de Republiek Nederland is een fairtrade en eco-grondwet die alles en iedereen beschermt door iedereen de macht te geven om te eisen dat de grondwet wordt toegepast. Die president die wordt gekozen tijdens landelijke verkiezingen, eens in de 4 jaar. En als die president ziek wordt, wordt hij of zij vervangen door ministers of staatssecretarissen uit het kabinet. Als de president sterft, krijgen we nieuwe landelijke verkiezingen. De president schrijft vaak een grondwetreferendum uit. Een grondwetreferendum voor het verkiezen van de commissaris van de provincie, de voorzitter voor de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer. Daar kunnen in de toekomst nog andere personen op belangrijke posten aan worden toegevoegd. Dat is nu niet per se nodig. Dat leg ik in andere video's wel uit. Wat we dus krijgen, is dat de president de plicht en de macht heeft om de bureaucratie klein te houden. De plicht en de macht heeft om de openbare diensten te dwingen die grondwet toe te passen. En dan krijg je een situatie dat burgers minder treiteren, maar het vooral ook rijksambtenaren minder treiteren. Want het kenmerk van de grondwet die ik heb geschreven is de arbitragerechtbank. Die staat voor het huidige rechtssysteem, maar naast de strafrechtbank. De arbitragerechtbank verplicht elke burger met elk conflict eerst, of de grondwet verplicht elke burger met elk conflict eerst naar de arbitragerechtbank te gaan. Daar kom je terecht bij de griffie van de rechtbank. Het is de griffier die bepaalt wie de partijen zijn en die ook bepaalt of het dossier moet worden doorgezonden naar een mediator. Die mediator staat op de lijst bij de arbitragerechtbank en wordt gekozen door de arbitragerechter of door de griffier. Dan is het de bedoeling dat elk van de partijen een juridisch correcte oplossing presenteert. En dat je dus, als je helemaal niet uit het conflict komt en je hebt beide de grondwet, het VN-verdrag en de mensenrechten toegepast, het uiteindelijk een arbitragerechter kan zijn die je aangeeft wat je moet doen. Dat is dus een gerechtelijke uitspraak, een bindend advies. Die arbitragerechtbank regelt ook direct schadevergoedingen. Als een partij bij die arbitragerechtbank saboteert, treitert of wat dan ook, verliest die partij dat geding. Dus dan komt er automatisch een schadevergoedingsregeling in bedrijf voor de benadeelde partij. De minister-president van Nederland heeft nu de plicht om ervoor te zorgen dat de bureaucratie zo snel mogelijk wordt opgeschoond en zich aanpast aan het nieuwe systeem, namelijk verplicht een conflictoplossing presenteren bij de eerste rechtbank. Strafbare feiten blijven strafbare feiten en die gaan naar de strafrechter. Daarover later meer, het is nu alweer 4 minuten. Dan de gekozen vicepremier. De vicepremier die staat op de kandidatenlijst van elk van de politieke partijen. Wat nieuw is, is dat elke kandidaat een website opent waarop hij of zij aangeeft welke opleiding die persoon heeft, welke carrière, op welke wijze die persoon de grondwet, VN-verdrag en mensenrechten gaat toepassen en welke idealistische toekomst.
toekomstbeelden die persoon heeft voor Nederland. Laat dat gelul over het buitenland maar even achterwege, want het is een grote puinhoop in Nederland. Het volk gaat dan stemmen op een persoon en op een partij. Het volk krijgt tijdens de landelijke verkiezingen 1 stem. Tijdens die landelijke verkiezingen staat naast de kandidatenlijst ook de vicepremier aangegeven. Dus elke partij presenteert op de kandidatenlijst een vicepremier. Nieuw in mijn grondwet is dat de grootste partijen automatisch het kabinet vormen, de regering vormen. Dus er wordt niet eerst meer maanden geouwehoerd, vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek. Nee, het volk gaat stemmen. Het volk brengt een voorkeurstem uit bij een partij. En dan krijgen we dus een totaal overzicht van wie het volk nou wil in een bepaalde functie. Want op die websites waar de kandidaten zich op presenteren staat natuurlijk, ja, ik ben goed in verkeer en waterstaat, ik heb die opleiding gevolgd, dat was mijn werkervaring, ik wil dit voor Nederland en ik wil minister van verkeer en waterstaat worden. Het volk kan dus directer een persoon aanwijzen op grond van kunnen. En op grond van reële, juridisch correcte toekomstbeelden. Als dan de grootste partijen aan de macht komen, dan heb je automatisch ook een keuze tussen vicepremiers. Dan is het de bedoeling dat de grootste partijen die het kabinet vormen, zelf zo volwassen zijn om een vicepremier te kiezen uit de 2 genomineerden die al indirect gepresenteerd zijn via de landelijke verkiezingen. Maar als dat nou niet kan, hè, omdat het parlement nu eenmaal bestaat uit kinderachtige treiteraars, dan heeft het volk recht op een referendum waar ze alsnog zelf een directe keuze maakt tussen de vicepremier. Ik stop nu. Ik moet nog even. De vicepremier. Als de vicepremier ziek wordt, wordt hij of zij vervangen door iemand uit het kabinet, gaat de vicepremier dood, dan krijgt het volk een nieuwe grondwetreferendum. Dan heb je geen nieuwe landelijke verkiezingen nodig, maar je hebt dus wel het recht voor het volk om zelf de nieuwe vicepremier te kiezen. Nu stop ik echt. Ik weet dat ik hakkel, maar ik heb weer kortsluiting in mijn hoofd. Dat heet, als je dat aan zo'n kabeltje legt, epilepsie. Doei!